van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsitems van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Op 4 september was in Made een officiële opening van het nieuwe jongerencentrum, een ontmoetingsplek speciaal voor jongeren. Het centrum is verhuisd van het Dongemond College naar het centrum van Made, Patronaatstraat 2A. De onthulling werd gedaan door wethouder Jurgen Vissers. Vrijdag 6 september overhandigde burgemeester Bo Scholtsen een bronzen beven aan mevrouw Annie van Geels-Thijssen uit Made voor het door haar verrichte vrijwilligersactiviteiten bij onder andere de wandelsportvereniging Neo Crescendo en de KBO. Annie kreeg de bronzen beven op haar 80ste verjaardag uitgereikt. De gemeente bedankt Annie voor haar bijdrage aan de leefbaarheid en de sociale samenhang van inwoners en ondernemers. Deze bijdrage is voor de gemeente van groot maatschappelijk belang gewenst. Op zaterdag 14 september wordt een oldtimerrit voor auto's van ongeveer 100 jaar oud georganiseerd. Men komt samen bij het trefpunt in Made. Er zijn ongeveer 30 inschrijvingen vanuit heel Nederland. De oldtimers zijn allemaal van het merk Citroën. Ze zijn vanaf ongeveer 4 uur op de parkeerplaats bij het oude stadhuis in Made te bezichtigen. Op 14 september is er weer een open monumentendag. De protestantse kerk in Hoge Zwaluwe is vanaf 10 uur open voor bezichtigingen en torenbeklimmingen. Daarnaast is er een expositie met schilderijen van Petra van der Veken uit Made. Een verkoop van tweedehands boeken over de omgeving en een verkoop van een hele leuke, stoere spijkertassen. Uiteraard staat een lekker kopje thee voor u klaar. Vanaf 11 uur tot 2 uur 's middags wordt er een oude film over Hoge Zwaluwe uitgezonden. Deze film is gemaakt door Teliak. Van 11:30 tot 14:30 's middags is er een orgelspel. En 's middags wordt er gezongen door Harry Wiegers. Ook de molen Zelderus is open met de Monumentendag. En men organiseert daar leuke activiteiten voor jong en oud. Op deze dag speelt alles zich vanzelf af rond de molen, maar ook in de graanschuur. Vanaf 11 uur zijn er rondleidingen door de molenaars. En er worden activiteiten gepland vanaf 1 uur. De gemeente Drimmelen wil op vrijdag 20 september met zoveel mogelijk inwoners de straat opgaan om de buurt zwerfafvalvrij te maken. Wilt u graag zelf in actie komen tegen zwerfafval of juist met vrienden, buurtgenoten of collega's? Geef u zelf of uw groepje dan op. Aanmelden kan tot uiterlijk 6 september. De gemeente faciliteert iedereen bij deelname aan deze schoonmaakdag. Denk bijvoorbeeld aan de afvalknijpers, veiligheidshesjes, handschoenen en afvalzakken. Aanmelden kan tot uiterlijk 6 september. Op zaterdag 12 oktober organiseert de stichting Witte Kerkje te Heide weer haar jaarlijkse rommelmarkt. De openingstijden zijn van 9:30 tot 4 uur. Zoals u dat gewend bent, zal het kerkje weer uit zijn voegen barsten van alle mooie spullen die men heeft gedoneerd aan de stichting. Deze spullen kunnen gebracht worden op woensdag 9 oktober en donderdag 10 oktober, van 4 uur tot 's avonds 8 uur. Graag ontvangt men spullen die nog bruikbaar zijn en daarmee ook verkoopbaar. Vanwege de beperkte ruimte in de kerkzaal zal men geen grote meubelen, matrassen en tapijten ontvangen. Heeft u veel spullen, dan is in overleg mogelijk dat het wordt opgehaald. Neem daarvoor via onderstaand mailadres contact op.
De tafelgenoot organiseert iedere maand onder het genot van een hapje en een drankje een gezellig samen zijn voor alleenstaanden van alle leeftijden. De locatie is iedere keer wisselend, maar wel elke keer bij een horecagelegenheid in de gemeente Drimmelen. Bezoekers kunnen zich via het e-mailadres van de tafelgenoot aanmelden om op de hoogte te blijven van de volgende avonden. De bedoeling van de tafelgenoot is om mensen minder eenzaam te laten worden. Door kennis te maken met anderen en er zo bijvoorbeeld achter te komen wat je allebei leuk vindt, kunt je ook afspreken samen activiteiten te gaan ondernemen. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. Natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Iedere week zendt Omroep Drimmelen kort nieuws uit van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving, waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. Zoals het Herengrachtconcert in Drimmelen. Als van ouds was het weer een mooie muzikale zomeravond in het pittoreske Drimmelen. In deze uitzending laten we u een sfeerimpressie zien. In onze rubriek Gezond en Wel gaat Lilian Lambrechts regelmatig op bezoek bij deskundigen uit de wereld van gezond en welzijn. In deze aflevering ontmoet zij Elium van Waarnes, verpleegkundig specialist cardiologie, met wie zij in gesprek gaat over de plusspreekuur hart. In onze serie Drimmelen Politiek komen de politieke partijen in onze gemeente aan het woord. Maandelijks geven twee partijen een toelichting op hun standpunten rondom onderwerpen die op dat moment een rol spelen in de gemeentelijke politiek. In deze uitzending hoort u Harry Bakker in de lijst Harry Bakker en Saria Hoevenaar van het CAB. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en wat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via mail aan publicatie Omroep Drimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons via de getoonde e-mailadres. U kunt ons ook volgen op de sociale media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!